We gaan even de laatste paar dingetjes klaarzetten, maar ik kan... Kelly is er al! Yay! Dat is ook lief. Maar toch zonder eten. Ik heb plat eten, dat schuif ik zo onder de deur hoor. Er liggen daar allemaal van die luchtkussentjes, dus je kan ze wel goed vertalen maken. Ik heb een pakket van de Morgen. Het is. Het is zaterdag inderdaad. Ja, het is vandaag ook Halloween, hè? En ik moet even een paar hapjes maken. Ik ga weer die croissantjes met kopte. Schatje, mag ik heel even mijn zinnetje uitpraten? Dit is een van zijn favoriete hapjes. We doen hier een mini surprise voor mijn broertjes 30ste verjaardag. Paprika chips en aardbeien. Ja, we hebben allemaal zijn favoriete dingetjes, hè? En dus zijn lievelingssnoepjes hebben we, zijn lievelingsfruit hebben we, zijn lievelingschips hebben we. Zijn lievelingssnoepjes had ik hier al gezegd. Zure matten. Ja, zure matten. Maar ik doe de matten dan in drieën, dat het echt zeg maar een klein hapje gaat worden. Zijn lievelingsbrood, zeg maar, is die croissantjes met worstjes. Mama, weet je wat we wel kunnen doen? We kunnen meerdere snoepjes aan een stokje doen en dan kunnen ze gewoon een stokje nemen. Ja, maar dat is niet handig, want dan heb je heel veel. En ik heb liever dat je er elke één kan pakken. En we hebben nog zijn lievelings, in ieder geval pinda's, daar houdt hij ook van. Dus ik ga zo eerst even croissantjes maken, daarover staat al. Ik ga ook helpen. Hapjes zijn klaar en ik ben ondertussen aangekleed. Ik heb deze trui aan van Nikki met vagebondlaarsjes. Mama, dit is een jurk. En ja, het is een sweaterjurk. En ze heeft weer de pakje van de koelkut aan, die nog steeds leuk is, maar wel klein begint te worden. Ja. Hij kan nog net. Maar Sarah vindt hem helemaal geweldig. Elk feestje wil ze hem aan. We gaan even de laatste paar dingetjes klaarzetten, maar ik kan geen leuke tafel met hapjes maken, want dan komt hij binnen en dan ziet hij het gelijk. Dus dat staat allemaal in de keuken klaar. En dan heb ik bijvoorbeeld met chippies heb ik de zak en het bakje allemaal al daarnaast gezet. Dus als die binnen is, kan ik ze gelijk vullen en klaarzetten op tafel. En de dingen die wel voorbereid zijn, staan daar. En dan ga ik denk ik zo met Sarah aan tafel iets van een puzzeltje doen of zo. Dat lijkt, wij zijn natuurlijk gewoon thuis, dat weet hij. En dan stop ik de rest daar in de hoek. En als hij dan binnen loopt, ziet hij het eerst niet. En dan loopt hij verder en dan is het tadaa. Kelly is er al! Yay! Nu niet verstoppen. Nee, deze keer niet. Nee, en Marco heeft Orlando opgehaald met de smoes. En die heeft zijn live locatie aan, dus ik kan elke keer zien waar ze zijn. Sarah en ik hebben de all-time favorites playlist op, want dan kan ik dadelijk als die binnen is in één keer omschakelen naar de Orlando playlist. Zij pak je een puzzeltje, maar we gaan aan tafel puzzelen, want wij zijn natuurlijk gewoon thuis. Dus... En ik ben officieel niet. Nee, we gaan jou... Kelly gaat in de kast. Echt grappig. En ik ga de camera dadelijk daar in de kast zetten. Dus dan film ik het moment dat hij binnenkomt, dan zie je dus eigenlijk alleen Orlando wat hij doet. Dat is te grappig. Dat is ook liefst. Maar toch zonder eten. Ik heb plat eten, dat schuif ik zo onder de deur hoor. Er liggen daar allemaal van die luchtkussentjes, dus je kan ze wel goed vertalen maken. Ik zit een pakket van de piano. Ze zijn nu gaan ze uitstappen. Maar wie gaat het filmen?
snel gaan bakken. Hoi. Hoi. Hey, we zijn een wedstrijd aan het houden, wie het meeste stukjes legt. Ja, ja, we konden niet bakken, dus ik ben niet waar ik aan het doen. Ja. Ah, de kleine zeemeermin. Nee. Oh. Dat is wel allemaal klein dus. En de zeemeermannen? Iedereen is weer naar huis en wij gaan zo lekker eten. Zo zit even de Mario Karten. Mag ik? Ja. Ja, en gaan we lekker eten? Hallo. Hallo. Ik heb best wel door dat je er bent. Hallo, je geeft geen antwoord. Gaan we lekker eten? Nee. Nee? Mag jij ook eten? Nee. Wie lust de lavagnetten? Ik zeg niet, wat zeg zagrijnig. Ik heb net geëdit en ik heb nog hapjes over, want ik was de kipnuggets vergeten, echt heel slim. Die hoorden er nog bij. Volgens mij was die ook vergeten op te noemen, heel stom in ieder geval. Nou, aangezien ik ze nog heb, ga ik ze opwarmen. De meeste van de hapjes zijn trouwens wel op, want er waren wel echt heel veel hapjes. Ik wacht dat de air vrij warm is, dan ga ik ze erin. Zo vaak. Kipnuggets in de airfryer. 9 tot 11 minuten. Mijn airfryer wordt wat ouder, dus dat wordt 11 minuten. Wij gaan beginnen aan Married at First Sight Australia. Kit keek het elke keer, dus toen dacht ik, nou, laat ik het ook maar gaan proberen. Zeg Marco, nou, ik wil ook wel meekijken, dus nu gaan we het samen kijken. Ik ben benieuwd, want ik kijk echt normaal nooit dat soort programma's. Dus ik ben benieuwd of we het leuk vinden. We vonden het wel vorige keer grappig om met haar mee te kijken. Ik heb het al een paar keer gedaan. En nu was het net het nieuwe seizoen. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Dus we gaan naar boven. Ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!